Ja, ik stel nu voor het Twentse Ros Stephanie Voorhuis. FC Putten Linda Pater. Ook voor Putten Quinty Leunen. Geldermalten is hier met Britt Koenmans. De bijrijder is Michelle Laponder. Voor de vaart Lisa Dunning. Evio Haaksbergen Monique van der Valk. En KWC Kampen met Manon Visser. Dames, succes. Ja. Ik ga zo nog overheen springen. Nee, hij raakt me niet bij toch niet. Dan zijn ze betrokken met de goede start van Visser en van de Valk aan de binnenkant. En gaan ze het elkaar lastig maken. We zien Monique toch technisch over dat eerste stuk ingaan. En dan pakt ze toch haar voor me mee hoor. Als ze een goede wachtrijd en een gaatje naar de hoofd. En dat doet ze hoor. Monique is op positie nummer 1. Manon Visser op 2. En we zien Dunnek daar mee komen op 3. Maar die geweldig Laponder aan de binnenkant. Voor de bijrijder is het toe. Maar volgens mij kan Dunnek het gaatje daar weer gooien richting die tweede bocht. Nee, dat kan ze dan, ja, dat kan ze zeker. Zij pakt dus positie nummer 3. En ondertussen is Monique van der Valk al heel wat penaltjes los. Volgens mij is zij wel een van de jongste dames hier. Ja, absoluut gesproken. En zij gaat nu over deze titel pakken. Voor de Monique. Dan komt dat Vonder dan toch nog. Richting zijn laatste stuk gaat ze doen voorbij. En gaat zij mee naar het podium voor de bijrijders Michelle Laponder. En de winst naar Monique van der Valk.